NVA zit met een probleem. NVA heeft jaar geleden het energiepact getekend waar de kernuitstap in stond. Ze zijn dus meeverantwoordelijk voor de sluiting van de kerncentrales en hebben er actief aan meegewerkt. Ze worden daar nu natuurlijk mee geconfronteerd door wakkere burgers op sociale media en dat doet pijn. De communicatiedienst draait overuren om de schade te beperken en om excuses te verzinnen over waarom NVA altijd is meegegaan in die. Kernuitstap. Zo zegt Theo Franke, ja maar wij zijn meegegaan in de kernuitstap, omdat Gwendoline Rutte daar een breekpunt van had gemaakt. Maar voor een argument is dan nu. Als Gwendolyn Rutte er bij de volgende onderhandelingen een, een breekpunt van maakt dat ze bij de NVA allemaal roze pinnenmutsen moeten dragen en enkel nog Chinees mogen spreken, gaan ze dat dan bij de NVA ook doen, omdat Gwendoline Rutte dat zegt. Voor mijn part mag Gunnel Rutte op haar kop gaan staan als ze zegt dat er een kernuitstap moet komen, dan kan je ook het magische woordje zeggen: nee. Maar dat heeft de NVA dus niet gedaan. Gunnel Rutte die eiste een kernuitstap en NVA heeft ja gezegd. Maar ook daar had Theo Franken een uitleg voor. NVA had dan wel ja gezegd op Gunnel Rutte, zei hij, maar wel drie voorwaarden gesteld. Namelijk betaalbaarheid, duurzaamheid en bevoorradingszekerheid. Nu, die uitleg van Franken met zijn voorwaarden is onzin. Want geen van die drie voorwaarden was vervuld en toch is de kernuitstap al die jaren verder gegaan. Maar laat ons, laat ons voor de denkoefening even meegaan in zijn verhaaltje en die zogezegde voorwaarden eens bekijken. De eerste, betaalbaarheid. Kernenergie is veruit de goedkoopste energiebron. Dus de voorwaarde dat de kernuitstapper enkel mocht komen als de betaalbaarheid daardoor niet moeilijker werd, ja, die kon onmogelijk worden vervuld. Ten tweede, de duurzaamheid. Kernenergie is een zeer duurzame energiebron. Ja, ja, er wordt een beetje kernafval geproduceerd, maar dat afval is veel minder dan het afval van bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie. En bovendien vervuilt kernenergie de lucht niet in tegenstelling tot vele andere vormen van energiecreatie. Ook de duurzaamheid zou er dus nooit op vooruit kunnen gaan door een kernuitstap. Ook deze tweede zogezegde de voorwaarde van de NVA was dus een onmogelijke voorwaarde. Ik zeg zogezegde voorwaarde, want zoals ik hier net al uitlegde, kan je het moeilijk een echte voorwaarde noemen als de kernuitstap gewoon doorging ondanks het feit dat die voorwaarden niet waren volbracht. En dan is er nog de laatste voorwaarde, de bevoorradingszekerheid. Ik denk niet dat het nog veel uitleg behoeft, maar als landen als België en Duitsland hun kerncentrales niet hadden verwaarloosd of gesloten, dan zouden we nu niet zo in de miserie zitten. Wie bevoorradingszekerheid dus belangrijk vindt, zoals NVA beweert, die zou dus nooit de kerncentrales sluiten. Maar toch hebben ze dat wel gedaan, inclusief de NVA. Er zijn dan. Twee mogelijkheden. Ofwel wist N-VA op voorhand dat hun voorwaarden nooit zouden worden vervuld en zijn ze gewoon akkoord gegaan met de kernuitstap in ruil voor de postjes. Dat lijkt mij een waarschijnlijk scenario, aangezien hetzelfde zich heeft voorgedaan met bijvoorbeeld de communautaire thema's. N-VA beloofde daar aan de Franstalige Liberalen om de hele legislatuur te zwijgen over het thema en de Vlaamse eisen in de frigo te steken in ruil voor de postjes. De tweede scenario, ofwel dacht de NVA echt dat de kernuitstap echt mogelijk was zonder de betaalbaarheid, de duurzaamheid en de bevoorradingszekerheid in het gedrang te brengen. Als dit is hoe het is gebeurd, dan zijn ze echt wel heel naïef en, sorry dat ik het zo moet zeggen, dom. Ik denk niet dat het uit dommigheid was. Ik ben er vrij zeker van dat de NVA meeging in de kernuitstap om te kunnen delen in de macht en de postjes. Macht. Corrumpeert nu eenmaal. En zoals professor Karl De Vos het correct stelde, het Belgische systeem heeft NVA meer veranderd dan NVA het Belgische systeem heeft veranderd. De enige vraag die nu dus nog rest is: hoeveel Vlamingen gaan dit toneeltje doorzien? Hoeveel Vlamingen beseffen er dat er maar één partij is die altijd consequent is opgekomen voor kernenergie en voor Vlaamse energie onafhankelijkheid? Ik hoop in ieder geval dat we met heel veel Vlamingen zijn. We zullen het zien in 2024. Wilt u ons helpen om die prietpraat van de politiek te doorprikken? Steun ons dan via www.kiesdries/abonneer en kom bij onze enthousiaste groep abonnees die mee beslissen waarover we video's maken. We kijken er naar uit om je bij ons te mogen verwelkomen. En wil je ons op nog een andere manier steunen, dan kan dat door deze prachtige Vlaamse polo te bestellen op www.schildendvrienden.com/shop. Alvast bedankt voor de steun.